Hi, ik wilde je eigenlijk vragen of jij behoefte hebt aan rust in je hoofd. Maar ik zit me net te bedenken dat dat gewoon een hele stomme vraag is. Want ja, volgens mij heeft iedereen behoefte aan rust in zijn hoofd. Maar wat ik eigenlijk wil vragen is, of eigenlijk wat ik onder de aandacht wil brengen, dat is mijn workshop die ik pas heb ontwikkeld. En al zeg ik het zelf, het is een hele bijzondere workshop. Om, ja, om in een vrij korte tijd tot een diepe rust en ontspanning te komen. Um, hij heet ook: ervaar de rust en kracht van mantra zingen en visualisatie. En die combinatie van mantra zingen en visualiseren, Dat zorgt ervoor dat jij ja, vrij snel van je hoofd naar je hart gaat, maar van je hart. Naar een staat van zijn. En ja, wat bedoel ik daarmee? Dat is ja, een staat van zijn. Daar, daar vind jij je plezier, je verlangens, jouw innerlijke wijsheid. Alle antwoorden die jij nodig hebt om ook uh, inzichten te krijgen, om stappen te ondernemen, om dingen te doen die je leuk vindt. Dus, uh, maar ook om die rust dus weer te terug laten keren, jouw staat van zijn, als jij in een staat van zijn bent, dan, dan voel je de rust, dan voel je de ontspanning in je lichaam en in je geest, in je hoofd. Dus ja, weet je, als jij lastig van malende gedachten, druk in je hoofd vaak bent uh, en, en die gedachten niet los kan laten en je, je, je wil echt uit je denken en je wil meer ontspanning in, in je lichaam, in je geest. Dan wil ik je echt heel erg graag uitnodigen voor mijn workshop. 8 oktober in Alkmaar, uh, in, uh, op de Westerweg 14, in het spiritueel, spiritueel uh, centrum: wakker bewustzijn uh, van 1 tot 4. En ik zal een link even plaatsen, hieronder of hierboven, um, met nog meer informatie. Uh, je kan je daarbij aanmelden, maar je kan je ook aanmelden via um, e-mailadres of hieronder. Je kan ook een privéberichtje sturen. Um, ook als je vragen hebt, kan je me nog een berichtje sturen of hieronder stellen. En um, ja, ik hoop je te zien.